goedemorgen allemaal. Leuk jullie kijken naar een nieuwe studentenweek. Het is vandaag maandag, het is nu rond 9:15. Ik ben alweer echt tot 2:00 wakker. Ik heb de video geëdit voor JJ Friends, die ik gisteren met Jamira heb opgenomen. En ook nog een andere soort video. Mijn ogen zijn mega dik op dit moment. En mijn hondjes zijn ook lekker wakker. Kijk, op de grond. Hallo. Hey, schat. En ik ga nu lekker ontbijten. Even een vlogje kijken. En dan ga ik jullie meenemen in de dag. Ik ga vandaag eerst naar Rotterdam met Lies. Om even te shoppen en nog dingen te spreken voor iets. Wat superleuk gaat worden. En daarna zie ik wel wat ik ga doen. Deze. Inmiddels heb ik me klaargemaakt voor vandaag. Ik ga dus ook even door. Het is buiten echt wel KUT weer. Het regent alweer. Maar dit is wat ik op dit moment draag. Deze Roy sweater met Tomorrow erop. Superleuk en superlekker warm. Deze broek van de Bershka. Van de H&M, sorry. H&M trouwens. Trui H&M, broek H&M. Schoenen, fans van de week gewoon wel. Dat ik lekker op kan lopen. En mijn Louis Vuitton tas gaat mee. En ja, ik ga. Let's go, we gaan naar Roffa. Ik ben in Rotterdam. De eerste aankoop is al binnen. Een nieuw telefoonhoesje heb ik gekocht bij de Bershka voor 6 euro. Superleuk. En ja, we zijn nu in de Poender. En ik ben met Lisa trouwens. Dus ja, we gaan nu even lekker shoppen hier. Goedemorgen. Hoi Tessa, hoi Gina, hoi Emma. Ik zit dus nu op school, het is woensdag. Au, het is woensdag vandaag. We hebben net een superleuk interview gehad. Voor ons project. En wij gaan filmen bij Lot en Daan. Superleuk. En kijk, we hebben een foto. Even een leuke foto zoeken. Want kijk, dit is Lot en Daan. Hij zei van, ja, niemand gaat het met jou volhouden. Maar hij zei, mooi in de camera. Kijk, deze zit daar een vlog van. Ja, je vlogt nu. Ik zie je vlog. Hallo. Jij zit nu ook in mijn vlog, Emma. Nog een vlog? Nog een vlog? Mijn vader, die zegt van, ja, een personal assistant gaat bij jou nooit volhouden omdat je te streng bent. En ik zeg, nee, helemaal niet, want Tessa doet het ook altijd hartstikke goed. Ik doe het al een half jaar. Ja, en dat gaat fucking goed. Dus ik weet niet wat mijn ouders zeggen, maar... Oké, Tessa is nu personal assistant van Gina. En oké. Prima. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ben alweer een tijdje wakker. Het is nu bijna 11 uur. Ik heb lekker ontbeten met een met beschuit met kaas, want dat vind ik altijd wel lekker. En ik zit nu lekker op de bank te chillen met Wolfia hier. En hier ligt Boekie. 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 Hallo Poppy. Kom hier in de vlog. En dit is mijn look van vandaag. Ik draag als eerste deze trui van de H&M. Superleuk met op. Hieronder draag ik een shirtje van ook van de H&M. En de broek is van, ik weet niet of jullie het kunnen zien, Angel & McLean. Met hier een soort van brandweer mandoek. En ik ga nu lekker naar boven, want ik ga dadelijk een video opnemen dat ik ga reageren op de clip van Hello August. Die is vandaag uitgekomen. Dat vind ik wel leuk. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb hem wel geliked, maar niet gezien. Oh, ik heb expres zo gekeken op een gegeven moment, omdat ik het gewoon nog niet wilde zien. Dus dat. Dus ik ga me zo weer klaarmaken en dan ga ik die video opnemen. En die knot hier op mijn hoofd is best wel aanwezig. Dus daar ga ik ook wat aan doen. En volgende week wordt ook trouwens best wel een leuk vlog. Want als ik jullie... Ja, ik kan het wel vertellen. Want... hoe noem je dat?
Als deze vlog online komt, is het woensdag. En gisteren heb ik dus opnames gehad. Nou, niet ik, maar Jamira. Maar ik was erbij. Voor een nieuw format voor Xite. Dus dat wordt ook superleuk. En dat wordt zeg maar... Dat zie je allemaal in de vlog van volgende week. Die jullie volgende week zien. En ja. Hey, zitten jullie gezellig daar zo samen? Ze zijn ineens BFF of zo. BFF. Geen idee. Naar boven, ik ga hem klaarmaken en ik zie jullie zo. Oké, ik heb dus net een video opgenomen. Een reactievideo op Hello August Wrong Chick. En nu ga ik hem lekker bewerken. Want ik wil hem om 2 uur de video online hebben staan. Dus dat ga ik zo ook eventjes doen. Ik ga hem nu editen. En het is nu inmiddels 11:55. Dus ik ga nu lekker editen. Dat ga ik doen. Oké, de video is geëdit. Die is nu aan het exporteren. En dan komt die vandaag om 2 uur. Of nee, om 12 of nee. Ik weet niet hoe laat. Om 2 uur online. Dus die staat nu al online als jullie deze video zien. Maar ik sta nu in de badkamer. En ik ga heerlijk eventjes in bad. Wow, ik heb hier een fucking huge pukkel. No! Precies voor de opname heb ik een pukkel. Oké, ik ga nu even lekker bad vullen. En dan ga ik daarna verder video's opnemen voor vooruit. Oké, zo dus. Yeah. Yes, let's go. Okay, inmiddels ben ik dus uit bad. En ik heb net super leuk nieuws gehad. Yay! Ik werd net gebeld door iemand van een castingbureau. Nou, van een televisieprogramma. Ik mag nog niet zeggen wat voor programma het is. Jullie gaan het allemaal zien. Als ik word uitgekozen. Maar ik heb dus al deze casting. Het is super leuk. En ik heb een heel leuk gesprek gehad aan de telefoon. En iets over mezelf verteld. Wow, zon. Iets over mezelf verteld. En ze zei super dat ik super enthousiast was. En dat de vragen die ik had gesteld. Had ingestuurd. Dat die super origineel waren. Dus ik ben super blij. En ik heb dinsdag die casting. Ik heb dinsdag echt een opnamedag. Dus dat komt wel goed. Ik ga nu lekker eten. Even wat lunchen natuurlijk. Want het is inmiddels alweer 11:50. En daarna ga ik eventjes lopen met de honden. Maar eerst even wat eten. Want mijn maagje moet wel gevuld blijven. Oké, mijn moeder die heeft dus dit gehaald. Maar wie herkent dit nog? Vruchtenhagel. Dit had ik vroeger altijd op mijn brood. En dat heb ik nu weer herontdekt. En nu eet ik het weer. En een lekker bakkie pleur. Oké, het is leg maar van wat oplos koffie. Maar wel echt ontiegelijk lekker. Het is iets met karamel, geloof ik. Wacht, ik ga het even pakken. Want het zit hier in die kast. Het is... deze Nescafé karamel, super lekker. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Het is 12:30. Ik ben wakker en kijk deze. Check deze wallen. Wat ik vandaag ga doen is, ik ben nu hier op mijn laptop bezig. Nou, niet eigenlijk net aan het opstarten, maar ik ga nu de officiële vierde, maar even de derde studentenweek editen. En daarna even nog wat vragen bedenken voor de casting die ik dinsdag heb. Superleuk. En voor de rest weet ik eigenlijk niet wat ik ga doen. Ik ga gewoon vooral heel veel editen en vragen bedenken. En en ik zie wel wat deze dag me brengt. En vandaag is de tv-kantine en morgen weer morgen. Wow, yeah. Dus dat ga ik lekker kijken. En ondertussen lekker met de fidget spinner. Deze heb ik van Cinekit gekregen. Inmiddels is het alweer 11:55 en ik heb groot nieuws. Oh my god, ik ben zo blij dat ik mag vertellen. Nee, het is iets superleuks. Ik heb zojuist tickets besteld. En jullie gaan denken, waarom heb je tickets besteld? Voor wat? Ik ga donderdag namelijk naar Nieke Plas! Waaah! Is het weer? Ik wil er zo graag heen. Ik baalde dat ik geen kaartje kon krijgen. En ik zat net op de bank. Ik zat gewoon rustig te appen. En ik kreeg een melding binnen. Ik heb dat ik op ticketswap 2 kaartjes kon kopen. Dus dat heb ik gedaan.
Ik ben zo blij. Nienke Plas is echt mijn held. Wow, ben blij. Dus ja, ik ga Nienke Plas ontmoeten. Ik kan het niet eens geloven. Het is wel een rip uit mijn lijf. Dat wel. Maar ik dacht, weet je. Kijk, ik heb nu 38 euro betaald. En ik dacht zo van, ik kan van dat geld beter naar een voorstelling wat ik echt wil dan er eten van kopen. Ik ben logisch in mijn hoofdie. Dat rijmt. De video van Fuck, Marry, Kill, die is klaar. Het doet er tering lang over om het zeg maar op te slaan. Kijk. Dus dat. En de volgende studentenweekvlog vind ik echt zo leuk gaat die worden. Heel druk. Ik heb opnames, casting. Ik ga naar Nienke Plas. Ik ga naar Amsterdam. Superleuk. En school. Dat is alweer superleuk. En ik ga nu lekker weer verder editen. Met de studentenweek nummer 3. Goedemorgen. Het is vandaag zondag, de laatste dag van deze week. Het is nu, even kijken, 11:50. Ik heb al ontbeten en zo. En toen dacht ik van, ik ga weer mijn bed in om video's te kijken op YouTube. Dus ik heb lekker de vlog van Jessie Maya gekeken. Vlogklos. Nou, net een video van Thomas gekeken. En ja, wat ik vandaag eigenlijk ga doen is niet zo heel veel. Ik ben van plan om vandaag even te knallen met video's. Ik moet mijn casting nog voorbereiden. Die ik dinsdag heb. Ik moet mijn kamer opruimen, because ik durf het niet eens te laten zien aan jullie. Zo erg. Trouwens, dit hoesje heb ik gekocht deze week. Superleuk. Ik weet niet wie deze vent is, maar ik vond het hoesje wel gewoon best wel dope. Maar kijk, ik kocht hem en er stond zeg maar op voor iPhone 6, 7 en 8. Maar dan denk ik van, huh? Maar hoe dan? Want het past gewoon wel om mijn telefoon heen en zo. Dus ik vind dit gewoon best wel raar dat ze dan de iPhone 8 en zo er ook op zetten. Terwijl die groter is of zo lijkt. Ik weet het niet. Maar ik ga jullie nu laten zien wat ik bedoel. Deze TV, sorry. Naast mijn bed. Moet ik ook opruimen. Dus ik ga nu lekker op. Nou, niet opstaan. Maar ik ga lekker op mijn laptop de vlog editen. Die jullie nu zien. En dan ja, ga kijken wat deze dag me brengt en ik ben verkouden, dus. Inmiddels heb ik me omgekleed, ik heb dit aan, ik ga er gewoon even bij staan. Ik heb als eerste dit aan, deze sweater. Superleuk, heb ik al best wel lang. De broek natuurlijk, met de gaten bij de knie en de fans. En ik heb net dit, want ik heb zeg maar een pukkeltje. Hier. Ik had haar een pukkel. Ik zag ineens een vlog. Ik dacht, wat? Pukkel? Nee! Dat mag je niet gebeuren natuurlijk. Dus ik heb even dit creme erop gesmeerd. Dit is een soort creme van Rich Boss. Super fijn. En mijn lippen heb ik ingesmeerd met Labello. Dus het is nu, kijk, het is nu 3:30. Ik heb me omgekleed en jullie gaan denken waarom. Ik ga zo meteen met mijn moeder en met mijn zus naar de IKEA toe. Gewoon even kijken. En Lois die heeft me dus gisteren met Lois gebeld. En die adviseerde mij een hele lekkere geurkaars. Die smaakt, wow. Die ruikt naar ontbijtkoek. Nou, als ontbijtkoekliefhebber moet ik daar natuurlijk wel even aan sniffen. Dus dat ga ik doen en ja. Dus jullie gaan weer, jullie gaan mee, wow. Ik ga jullie nu weer naar de IKEA. Ik ben dus nu onderweg naar de IKEA met mijn zus en met mijn moeder. Maar geen idee waar ze zijn. Oh wacht. Ze fietsen daar. We hebben letterlijk maar 2 fietsen die het gewoon echt doen. Niks mis mee is. Geen band, iets. En ze laten mij godverdomme lopen. Jezus. Kijk dan. Dit is toch niet gezond. Maar ze laten mij dus gewoon lopen. Want dat vind ik niet oké. Dus ja, je ziet duidelijk wel weer wie een man in de familie is. Juist, dat ben ik. Maar ik zie de IKEA, zie ik al. Ik zie de IKEA, zie ik al in de verte.
en hier in het hotel. En ik ben hier aan het lopen. Dus ja, let's go. We gaan. Oh, wacht. Hallo, ik mag hier niet lopen. Er staat alleen een fiets en een brommer. Nou, doei. Ik ga het gewoon doen. Ik heb ineens een fiets. Een denkbeeldige fiets. Lekker eten. Oké, wie kan dit nog herinneren van de basisschool? Dat je altijd met zo'n kartonschaar wilde knippen. Kijk, en dan dat je dit deed. Oh, maar je bent echt erg. Wij zijn echt heel erg. Wij vernielen gewoon een verpakking die nog verkocht moet worden. Maar we gaan hem misschien kopen. Nee, maar even mee, hoor. Bezakt en bepakt. Ik moet weer lopen. Ik heb een tas met alleen maar kussentjes en zo. En we hebben ook glazen gekocht. Maar die glazen die zijn gewoon voor gebruik van het hele gezin. En ik heb ook nog een paar dingetjes gekocht. En dat ga ik jullie zo meteen eventjes laten zien. Wat mijn idee was met die dan met dat voorwerp. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Ik ga eerst nog naar huis lopen. En ik ben heel buiten adem. Dus dat is mijn plannetje voor nu. En dan spreek ik jullie weer als ik thuis ben. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Ik heb een mega grote zak van de IKEA. Maar ik heb niet zo heel veel gekocht. Ik heb zeg maar twee dingetjes gekocht. Omdat ik zeg maar daar mijn bed wil gaan doen. En ik heb sierkussentjes gekocht. Als eerste heb ik deze gekocht. Hij komt een beetje, nou, een beetje anders over op camera. Maar hij is een beetje zo van dat goud. Glimmend goud. En dat vond ik wel grappig. En ik heb ook nog een donkerachtige kussentje. Achtig kussentje gekocht. Dus die vind ik wel heel leuk staan op mijn bed. Ze waren per stuk €2,80. Ik vond het wel grappig om mijn bed dadelijk helemaal te doen. En een beetje gezelliger te maken als je op mijn kamer. Dus dat. Ja, ik ga dadelijk ook even mijn kamer verder opruimen. Ik heb nog steeds die bende wat hier ligt niet opgeruimd. Dus dat ga ik nu doen. En dan deze tas heb ik ook gekocht. Dus dat is ook wel grappig. Half 11 en ik ga niks meer boeiends doen. Ik ga lekker slapen en ik ga bij deze de derde aflevering afsluiten van Studentenweek. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en doe zeker allemaal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, heb je dat nog niet gedaan. En vergeet ook zeker niet even dat belletje aan te klikken. En vergeet me ook zeker niet te volgen op social media, Instagram, Twitter en Snapchat. Allemaal in de beschrijving beneden. En dan zie ik jullie in de volgende Studentenweek 4 alweer. En die week, aflevering 4, wordt super leuk. Oh my god. Maar daar in de volgende aflevering meer over. Die volgende week woensdag voor jullie klaar staat om 2 uur op Jamie Chauncey.